Oh nee! Oh nee! Ik wilde een video doen, are you kidding me? No! Het ging per ongeluk. Ik dacht, dit wordt een perfecte afsluiting. Maar ik ben per ongeluk. Ik heb het niet eens helemaal goed gesetupt hier. Ik ben onderbelicht. Je ziet het hier inderdaad. Ik ben level 40 geworden in Pokémon Go. Oh mijn god, ik had het gewoon perfect uitgerekend. Ik moest nog 23.000 XP hebben. En die heb ik later gekregen van een raid die ik aan het doen was. Waardoor ik dus 20.000 XP had. En ik kon nog een quest accepteren. Waarvan ik dus 4.000 XP had gekregen. Maar die moest ik nog accepteren. Want ik wilde als allerlaatste Pokémon die ik moest vangen voor level 40 wilde ik Jirachi doen. Oh, heel mijn planning in de soep. Oh, ik hoor wel eens vaker van jullie kotetjes. Wanneer ik weer nieuwe Pokémon Go video's ging uploaden. Nou, bij deze. Hier hebben jullie je Pokémon Go video. Hij is iets anders gestart dan ik zou willen. Maar dan hebben jullie hem inderdaad toch. We gaan hem wegdrukken. Ja, ik weet ook niet wat de rewards allemaal zijn die ik voor heb gekregen. Mijn XP-balk is gewoon weg die eronder staat. Dat voelt zo raar. Ik word geïnviteerd voor een raid. Nou ja, op zich weet je, vooruit dan maar. Dan gaan we een raidje doen. Ik ben de afgelopen dagen extreem veel bezig geweest met Rayquaza raid, waardoor je dus 10.000 XP krijgt en met de Lucky Egg 20.000. En ik was heel erg bezig met Ultra Friends krijgen, zodat ik zo snel mogelijk level 40 kon worden, zodat ik het aan jullie kon laten zien. Aangezien ik een deel van mijn Pokémon Go avonturen met jullie heb gedeeld natuurlijk. Een paar van mijn meest bekeken video's zijn Pokémon Go video's. En aangezien het weer lekker zomer is, denk ik dat ook velen van jullie het weer oppakken. En momenteel voor opnames is het Dragon Week. Dus alles staat nog lekker teken van Rayquaza. En net voor deze opname, niet de vorige Rayquaza, maar die daarvoor, heb ik eindelijk mijn shiny Rayquaza gevangen. Ik heb er iets van 40 Rayquazas ben ik tegengekomen in raids. En ik heb eindelijk mijn shiny. Hij is niet helemaal perfect. En de beste Rayquaza die ik heb is 14, 14, 14 qua IV's. Maar man, oh man. Op deze manier had ik het gewoon weer niet verwacht. Ik had het allemaal zo gepland in mijn hoofd om level 40 te worden voor de camera, live. En ineens werd ik level 40 en ik dacht, mijn opnames staan niet aan. Ik ben niet eens voorbereid. Wat is hier gaande? Het was allemaal zo spontaan. Er zijn ook gewoon 13 mensen in deze. Nou, gaan we hopen dat we een lekkere Rayquaza hieruit krijgen. Maar ik wil sowieso in deze video wil ik mijn samenvatting even geven voor de Pokémon's die ik een beetje heb. Welke legendaries ik heb. Welke shinies ik heb. We gaan sowieso nog een mythical Pokémon vangen. Jirachi, ik heb het al gespoild. Maar die gaan we deze aflevering gaan we die vangen. Ik ben eindelijk klaar met die quest. Want die heb ik zo lang uitgesteld. Ja, ja, ja. En ik heb ook een aan Pokémon Go Fest heb ik meegedaan. Daar heb ik niks van opgenomen. Alleen heb ik wel een hele speciale Pokémon die ook heel erg goed is. Die ik misschien wel 100% wil gaan maken. Niet 100% qua IV's. Want dat kan, omdat die Shadow is. Maar ik wil hem gewoon 100% uppen qua CP. En ik heb 11 balletjes. En wat is het geworden? Goddammit, hij is groen. Hij is wel 21,72. Dus dit is voor mij wederom een 14-14-14 Rayquaza. I'm not 100% sure. Maar dat denk ik. Dat denk ik. Oh, maar gewoon first ball, first catch. Oh, lekker joh. Even kijken, is het inderdaad. Oh nee, deze is 15, 15, 11. En daar heb ik dus wel twee van nu. Ik laat je het even zien. Mijn Rayquaza's. Ik heb dus 21, 73 Rayquaza's. En dus twee 21, 72 Rayquaza's. En ook twee 21, 69. Ik heb er best veel gevangen. In totaal 37. En mijn shiny, die laat ik ook graag even aan jullie zien. Die hebben we hier. Die is 21,51 met een IV's van 13, 14 en 11. Dus een beetje aan de matige kant. Maar altijd leuk om een zwarte Rayquaza te hebben. Maar graag even voor een samenvatting. Ik heb mijn account aangemaakt op 6-7-2016. Dat is, dit account bestaat nu 4 jaar en 1 maand. Ik heb hem niet binnen 4 jaar gehaald. Binnen 4 jaar ben ik helaas niet level 40 geworden. Maar wel binnen 4 jaar en een maandje. Ik laat ook even graag mijn medailles zien. De gouden medailles die ik heb. En de aantal zilveren die ik heb. Ik heb deze sinds kort gehaald. Dat ik meer dan 100 legendary raids heb gedaan. En dat komt wederom door Rayquaza. Lekker, lekker, lekker. En nou, deze heb ik natuurlijk ook allemaal goud. Dat is allemaal voor de rest heel erg bijzonder. Ik ga eventjes laten zien. Nou, dit zijn mijn sterkste Pokémons. Nou, dat is wel heel top. Gaan we eventjes rustig doorheen scrollen. Het nummertje wat achter hun naam staat is de procent IV's die ze hebben. En als er staat Mr. Perfect, dan zijn ze 15, 15, 15. Dus perfect. En dan gaan we eventjes doorheen scrollen voor jullie
tederige oogjes wil je nou eventjes duidelijk zien welke Pokémon nou precies wat is. Kan je altijd de video even pauzeren. Als er Ultra League voor staat, is het natuurlijk voor Ultra League. En hier was al een kleine spoiler van een bepaalde Pokémon die ik graag wil power-uppen. Heel sick en nice en sick. Nou, zo komen we wel een klein beetje door. Nu komen we bij alle requests die ik afgelopen tijd heb gevangen. En die ga ik allemaal vanzelf transferen als er twee keer zoveel transfer week is. Dan krijg je namelijk twee keer zoveel candy voor transfer van je request. Dus dan krijg ik op zijn minst twee snoepjes ervan. En je ziet ook dat ik letterlijk bijna 2800 Pokémon heb van de 3000 in mijn bag. Die ben ik natuurlijk allemaal aan het opsparen. Zodat ik ze allemaal kan transferen op hetzelfde moment. Maar dat is een beetje hoe en wat. We gaan eventjes laten zien wat mijn perfecte Pokémon allemaal zijn. Dan heb ik er een aantal van. Ze heet allemaal Mr. Perfect. No way! No way! No way! Yes! 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 Ik heb een perfecte Dratini! Are you kidding me? Dit wist ik niet! Daarom heet ook nog geen Mr. Perfect. Ik had dit niet door. Die heb ik op 5-8 gevangen. Dat was gisteren. Deze heb ik gisteren gevangen. Ik heb blijkbaar gisteren niet gecheckt. Ik heb niet gecheckt. Oh mijn god, ik ben zo blij. Het is duidelijk. Nieuw attack. Kom maar door. Yes, jongen! Yes! Oh mijn god. Oh, hoe duur kost het om hem helemaal te power-uppen? Ik ben benieuwd. Het gaat hoeveel Stardust kosten. Ik moet ook natuurlijk ook genoeg Stardust hebben voor die andere. 267. Nou, ik wil liever een andere Pokémon 100% maken. Mijn excuses, want die vind ik iets belangrijker. Maar mijn Mr. Perfect. Ja, zo kom je er ook achter dat je een nieuwe hebt. Helemaal top. Ik heb een Mamoswine. Die gebruik ik natuurlijk voor de Rayquaza raids. Ik heb er ook eentje die 14-15 is. Alleen ik heb niet genoeg candy er meer voor. Ik heb een Machamp, heb ik Mr. Perfect. Die heb ik ook als buddy. Probeer ik best buddies mee te worden. Ik heb een Charizard, die heb ik gepurified. Was misschien niet het slimste idee, want af en toe heb ik beter dat je een Shadow Pokémon kan hebben. Maar dat wist ik toen nog niet, dus dat heb ik perfect gemaakt. Ik heb een Magmar, dat was mijn allereerste perfect, dacht ik. Kunnen we even controleren. Ja, Magmar was mijn allereerste perfecte Pokémon waar ik achter was gekomen dat die perfect was. Nou heb ik een Hypno, die Magmar wilde ik ook nog even evolueren uiteindelijk tot Magmortar. We hebben een Gengar, Quagsire, Pineco, Mareep. Snubbull, een Poochyena, een Cleffa, een Shuckle. En nu dus ook een Dratini. Waar ik dus zo heel, kijk hoeveel Dratinis ik heb gevangen. Ik heb ze nog allemaal niet getransferd. Maar kijk even. Dratini. 225 gevangen. En die andere heb ik dus blijkbaar... Heb ik die gehatched of gevangen? Nou, zat hier overduidelijk bij... Ik heb hem gevangen. Ik laat natuurlijk niet zien waar. Maar ik heb hem inderdaad gevangen. Hoe sick is dat, jongen? Nou gaan we natuurlijk ook naar de shinies komen later. We gaan eerst kijken naar mijn lucky Pokémon's. Daar heb ik niet heel veel van, want ik heb niet heel veel gelucky trade sinds het uit is. Maar ik heb een Machamp. Die heb ik lucky. Die heb ik dus heel erg power-up, omdat het toen ook heel erg goedkoop was. Een Dragonite, een Steelix. Niet heel veel bijzondere Pokémon's. En bijvoorbeeld al twee Larvitars heb ik. Hier heb ik eentje van 765, eentje van 281. Die zou kunnen power-uppen met wat goedkoper is. Natuurlijk ook een Swinuppie. Is natuurlijk ook allemaal goedkoper. Maar qua IV's valt het allemaal best wel mee. Daarom heb ik ze allemaal niet gebruikt. Zijn voor de rest best wel matige lucky Pokémon. Nou, en dan gaan we voor de shinies. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. We hebben 155 shinies. Ik ga wel naar recente, want over sommige kan ik nog een verhaaltje vertellen. Ik heb Rayquaza natuurlijk letterlijk vandaag gevangen. Ik heb twee Swablu's. Eentje heb ik gevangen en eentje heb ik een eitje gekregen. Dus eentje is ook hele goede IV's en anders heel erg matig. En een Charmander, die heb ik allemaal gevangen tijdens de Dragon Week. Dan hebben we Meditite, Tangela, Marowak, Meditite, Skarmory en Paint. Dus een Oddish. Die heb ik allemaal tijdens de Go Fest gevangen als shinies. Nou, dan hebben we Community Day van Gastly hebben we gehad. Daar heb ik een aantal van mogen krijgen, waarvan ik één geëvalueerd in Gengar die oké was in Great League. Nou, wat zijtetjes. Een Clefairy. Weedle Community Day. Waarvan ik als eerste een Skiddy had gevangen tijdens de Weedle Community Day. Dat was wel heel leuk. Seedot Community Day. Dat uiteindelijk ook een Giratina Shiny heb ik gevangen. En ik heb ook een Latios Shiny. Die heb ik uit een research gekregen. En hier was Bagon Community Day. Ik heb een Melton heb ik. Een Melmetal. Ik heb een Shiny Shinx waar ik heel blij mee ben. En dit was een Community Day waarvan allemaal oude Community Days bij elkaar kwamen. En de Quill Community Day. Twee Pinsetjes. Beldum Community Day. Die ik heel erg belangrijk vond om mee te werken. Chikorita Community Day. Toen had ik per ongeluk ineens een Ho-Ho Legendary Shiny. En dat was heel nice. Die Moltres, daar is nog een video van. Als je opzoekt Linktijger, Moltres, Raid Day, kan je die vast wel vinden. Was een Wouter met Don, met Timon en nog een aantal andere. Die was wel heel leuk. Eevee Community Day. Een random Magikarp. Binnenkort ook Magikarp Community Day. Dat is mijn enige Shiny die ik heb. Minum en Plusles die heel veel waren. Squirtle Community Day met de bril. Larvitar Community Day. Charmander Community Day. En dan hebben we uiteindelijk Mareep Community Day die ik als eerste
had. En Dratini heb ik een keertje random shiny gekregen. Ja. Oh mijn god. Nou, ik weet in ieder geval één dingetje. Ik ga... Mudgerachi ga ik vangen. Maar ik moet nog één dingetje doen voor de quest. En ik laat het graag met alle liefde aan jullie zien. Ik moet nog een snapshot maken van een Psychic or Steel-type. Nou, dan gaan we naar Mewtwo toe natuurlijk. Want die... Wat een lekker gozertje. Mijn Shadow Mewtwo. Ik ga hem inderdaad even appraisen. Die heb ik natuurlijk ook gekregen tijdens Pokémon Go Fest. En hij is 15-14-14. Bijna perfect. En we gaan hem Shadow houden. Ik heb hem al heel erg gepower-up tot aan Ultra League. Zodat ik misschien een beetje kon gebruiken. Ik heb een extra 100 coins gegooid en extra aanval. En ik wil kijken hoeveel candy en alles het gaat kosten om hem helemaal te maxen. 306. Maar de vraag is, heb ik... Ik heb genoeg erkennis. We gaan er ook gewoon voor. En deze erkennis heb ik afgelopen dagen even gespaard hoor. Met die Rayquaza raid. Oeh, daar gaan we. 294. Ja, we drukken ja. Boom. Candy erbij. En we gaan purifyen. Grapje. Gewoon dat ik hem in ging drukken. Zo. Power up die gozer. Kijk, hij wordt mijn sterkste Pokémon ooit. Power up. Ja. Ja. Boom. Hij is het. Hij is mijn sterkste Pokémon hier. 41. 159 CP. Wat een droom zeg. Gaan we naar Combat Power toe. En dan staat hij hoor. Mijn nummer 1 sterkste Pokémon. Oh ja, en ik wilde van hem even een snapshot maken. Daar is hij hoor. En snap. We got him. Maar nu gaat het om een belangrijke. We kunnen dit claimen. Kom maar door. Give it to me. Research complete. 10 silver pineapples. Dankjewel. 10 star pieces. Altijd handig. Stardust. Die kan ik altijd nog gebruiken. Lucky Axe niet meer per se nodig. Simply astonishing. We encountered the steel and psychic type Pokémon Jirachi. That was a once in a lifetime experience. Well, once in a several lifetime. If Jirachi truly only awakes once every 1000 years. You've become such an accomplished trainer, Link Tiger. Thank you for going on this amazing adventure with me. Nee, geen probleem, professor. You can bet I'll be in touch with you. Another exciting research project coming up. Until then, let's get out there. En go. Lekker gast. We krijgen gratis XP. 13.500. Ik had het sowieso niet kunnen timen voor Jirachi. Om eerlijk te zijn. Omdat ik al te veel XP had gekregen. Ah, ik heb gewoon Lucky Egg aangezet. Weet je, experience is altijd welkom. Jirachi, jij ook. Kom bij me, alsjeblieft. We hebben de Jirachi is natuurlijk Mew. En Celebi hebben we al. Ik heb Genesect heb ik ook al. Jirachi was het enige die ik nog niet had. Omdat ik 7 dagen achter elkaar Pokestop moest spinnen. En daar faalde ik elke keer in. Start encounter. We gaan het zien, want dat wordt sowieso een AR dingetje. Oh, niet eens. Leuk! Charmeco, wat zijn ze gezellig. Ze zijn allemaal aan het zingen. Ze gaan weg. Oh, hey! We hebben 1 pokeball. Hey gozertje. I love you. Oh, gaat hij erin? Oh. 1. Oh, hij gaat er niet in. Oké. Opnieuw. Oké. Jirachi, I love you. Hopelijk heeft hij een beetje decent IV's. Ik denk dat het wel belangrijk bij Mufflepuff, aangezien hij maar eentje kan krijgen per account. 2. Oh, hij wil nog niet. Maar, Jirachi, onthoud. Ik ben een level 40 trainer. Ik verdien jou. Ik verdien jouw liefde. Kom op. We're raiding. 1. 2. 3. Yes! We hebben Jirachi. Nice. Die kan lekker in de Pokédex. Ik heb nog zoveel Pokémons die ik moet evalueren. Mijn Pokédex is nog voor de rest heel erg leeg. Ik heb zoveel Pokémon klaarstaan om te evalueren. Dus dan ligt eraan hoeveel views deze video heeft. Om dat eventueel misschien te doen. Jirachi is geworden een 12, 14, 13. Ik heb slechter gezien. Dus ik heb hem sowieso gefavored. En ik ben toch blij dat Jirachi bij ons is. Ja. Ik heb letterlijk de quest nog Looming in the Shadows. Waarvan ik nog 6 Super Attractive Charge attacks moet doen. In Gym Battles moet ik wel een keertje even aan gaan zitten. En dit zijn alle questen die ik dus al een keertje heb gecomplete. En even nog snel voor de mensen die willen zien. Dit is mijn Pokédex. Kanto is helemaal compleet. Johto zit op 99. Waarvan we dus nog eentje missen. Hoenn zit op 103. Sinnoh zit op 68. En Unova zit op 49. En de Galar region staat nog op 0. Voor de mensen die deze Pokémon Go video's allereerst zien. Of voor de mensen die al mijn Pokémon Go video's hebben gezien. Dankjewel voor de support. Misschien maak ik nog wel een keertje een video waarin ik alle Pokémon's ga evalueren. Die nog geëvalueerd moeten worden als de 2 keer evaluatie event gaande is. Maar tot dan bedank ik jullie voor het kijken. Hiernaast kan je 2 andere hele leuke video's aanklikken. En ik weet het inderdaad.
binnenkort gaat Pokémon Go de level cap verhogen naar level 50. En ik kan niet wachten om daar weer ook 4 jaar voor te grinden. Ik zet een mening, dat is later. Later.